Goeiedag en welkom terug bij gitaris Geer en Geese. Cabriele, kill me of still me, nou ja, maar niet uit. Sweet about me, ja, dat kennen jullie dat nummer vast wel. We gaan hem even uitleggen, ja, voor de allerbeginners onder jullie. Het is een niet zo moeilijk nummer, hoera, zeggen ze dan altijd. Het is namelijk zoals je een capo zegt, ze gaan hem dadelijk ook zien zonder capo, met brea akkoorden, ja, misschien vinden jullie dat ook leuk om te oefenen natuurlijk, dat weet ik niet. Maar als je nou gewoon een capo neemt en je zet hem op de vierde positie, ja, dan kan je het af met een A akkoord, ja. Aangezien het een beetje rekken, niet echt rekken, maar een beetje dit wordt gespeeld. Zet ik hem meestal plat over de onderste vier snaren. Laat ik de onderste niet klinken en de rest wel. Ja? Maar je kan natuurlijk ook gewoon het A-akkoord nemen. Ja? Ik zal hem even uitleggen voor de beginner, waarom niet, hè? Toch een makkelijk lesje dit. Dan komt deze wijsvinger namelijk de tweede positie voorbij je capo. Ja? Op de D-snaar, de derde snaar van boven. Deze komt die snaar daaronder in hetzelfde vakje. En deze ook daaronder in hetzelfde vakje op de B-snaar. A-akkoord, C-akkoord, wijsvinger, B-snaar. Ja, C-majeur akkoord, ja. Wijsvinger op de B-snaar, op de D-snaar, tweede positie, je middelvinger. En deze komt op de A-snaar, derde positie. Ja. En er komt nog een voor, een G-akkoord. Als je een C-akkoord bezig hebt, moet je kijken. Het enige wat je hoeft te doen is deze middelvinger. Snaar omhoog brengen. Tweede positie A-snaar. Deze spring je ook omhoog. Derde positie E-snaar. Die gaat los. Pink komt op de derde positie. Op de onderste snaar. Op de hoge E-snaar. Ja. Zie je wat een makkelijke overgang je dan hebt? Zie je? Ja, moet je kijken. Krijgen we dit. Hoe doen we dat? Ik doe het even met een plectrum. Je kan beter gaan beginnen dat met een zachte plectrum te nemen, ja, die een beetje krom buigt. Zie je? Ik pak een beetje tussen duim. Sommigen doen het tussen de duim en de wijsvinger in. Ja, moet je allemaal zelf weten eigenlijk. Ik leg je lekker. Het is wel voordeel als je na de hand gaat spelen, dat je deze overhoudt voor bepaalde melodielijnen te spelen. Maar ik pak hem even zo beet bij dit nummer. Middelvinger en duim. Ja. Wat ga ik nou doen? Probeer deze keer goed in beeld te brengen. Begin met een A-akkoord. Op bed. Ik ga twee keer naar beneden. Tweede keer naar beneden, demp je hem als het ware. Wat ga je dan doen? Je gaat met je plectrum zo ver doorheen tot je vastloopt hierop. Kijk. Dus 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wel als je naar boven aanslaat, dus wel als je naar boven gaat bedoel ik, ja, wel ook weer aanslaan, hè? Dan krijg je 1, 2, zie, en gelijk weer aanslaan. 1, dus 1. Wat ik dus doe, dat alleen maar dit. Eén, zak. Probeer nou niet overdreven met je hand dit te gaan doen, ja? Want dat zien we ook weer natuurlijk. Dus, proberen ze dit, ja? Dat is niet de bedoeling. Wat je doet, is je gaat zover met je plenum been, dus als het ware vastloopt, met dit gedeelte van je hand er doorheen. Kijk. Even de capo eraf en voor degene die hem dan willen gaan spelen in barré, dat doe je namelijk op de zevende positie, leg je vinger plat, je slaat de bovenste niet aan, dus eigenlijk kan je hem ook zo doen, en dan leg je je pink plat over de onderste vier snaren, ja. Ja, dat is de E, dan komt er voor een cis akkoord, ja, op de vierde positie hetzelfde akkoord als hier, en dan komt er voor een B akkoord op de tweede positie. Dan begint ze als je nu wil spelen met de cis, dus op de vierde positie begint, kijk. Maar
Maar ja, zeg het nogmaals, met een capo is het dus ook makkelijk. Het hoeven niet die losse Rebré-akkoorden te doen, vrouwen. Ze beginnen weer nog niet aan gewend. Zeg gewoon die capo erop, ja. Maar hou in de gaten, het is altijd 1 en zak, en 1 en zak. En op N ga je wel omhoog. Zie je, gaan we kijken. 1 en zak, en. Jullie zeggen, ja, gaat dat zo het hele nummer door? Ja, dat gaat zo het hele nummer door. Makkelijk voor beginners toch? Leuk nummer, ja. Dus ja, stuur een keer een videoreactie ervan, hè, als jullie hem door hebben. Misschien kunnen jullie het beter zingen dan mij. Meld jullie eens een keer aan bij Huisee. Kijken wat voor mensen dat eigenlijk zijn die iedere keer zo leuk reageren. Nogmaals, hierbij ook hartelijk bedankt aan voor al die ontzettend leuke berichtjes bij ons. In het gastenboek en op Gmail. En echt fantastisch. Echt hartelijk bedankt. Zijn we heel erg blij mee. Ja? Dus, ben je nou aan het doen, Geer? Wat ben ik nou aan het doen? Ja, er zit hier een soort koortje. Ja, doei. Dan zit ik gewoon te praten en dan zit ik automatisch eraan. Dan stoort het jou dan zo? Ja. Hé? Nee hoor, mij niet. Ja niet. Nou, dan gaan we gewoon even kijken. Dit gaat nergens meer over. Oké, tot snel en hartelijk bedankt. Ja, hoi, groetjes. Doei.